Goedemiddag allemaal. Namens de STC-groep en STC Publishing en RPPC iedereen van harte welkom bij deze eerste aflevering van de Crash Course Havenlogistiek. Ik geef het woord aan Raymond. Prima. Oké. Nou, goedemiddag allemaal. Ik ben Raymond van Hal. En welkom bij deze Crash Course Havenlogistiek. Dat vind ik heel leuk om te doen. Even een uurtje jullie meenemen in het proces van de havenlogistiek. Ik zeg expres proces, want havenlogistiek is niet gewoon één dingetje. Het is een keten van activiteiten waar wij mee werken met elkaar. En daar ga ik jullie de komende drie kwartier in meenemen. Even voorstellen, Raymond van Hal. Ik werk met STC als docent havenlogistiek douane. Ik ben inderdaad een van de auteurs van het boek Havenlogistiek over Carver Doorn en Expediteur gesproken. En dat is een boek waarin de theorie van voornamelijk de Carver Doorn en de Expediteur in zijn beschreven. Dat past er nog niet. Die vakken zijn wel al heel lang natuurlijk actief in de haven. Maar er was nog niet eerder was die theorie was beschreven. En dat hebben we gedaan omdat wij de behoefte en voelde eigenlijk dat ook deze theorie een keer op papier kwam te staan. Dat mensen ook kunnen teruglezen waarom gebeuren nu dingen. Daar kom ik dadelijk in het verhaal nog verder op terug. Voordat ik hier op school kwam, werkte ik bij Copex, onderdeel van Rhenus Logistics. Ik heb daar veel gedaan met AIO-certificeringen. Onder andere, ik heb daar projecten gedaan, import, export, et cetera, warehousing. Dus ik heb heel veel gedaan. Ongeveer 20 jaar in de logistiek gewerkt en dan nu bij het STC als docent. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over processen binnen de havenlogistiek. Ik ga heel kort een aantal dienstverleners toelichten. En ik ga een klein stukje actualiteit ga ik meenemen in het verhaal. Laten we gaan kijken, havenlogistiek. Ik heb hier een enorm groot schema voor gezet. En dat is omdat havenlogistiek, wij kennen de beelden van uit bijvoorbeeld het Nieuwsblad Transport of wat de RPPC laat zien of wat het havenbedrijf laat zien. En dat zijn heel vaak de gegevens of de dingen die we laten zien van de schepen en de kade en dat soort activiteit. Maar als ik kijk naar de deelnemerslijst die vandaag meedoet met deze training, dan zie ik daar een hele grote variëteit aan bedrijven die er zijn. Dus ik zie gemeentes die erbij zitten. Ik zie mensen die werken in de verzekeringsbranche, in de verhuiswereld. Ik zie poortbases aanwezig. Het havenbedrijf is er. Er zijn softwareontwikkelaars. Er zijn carriers. Er zijn expediteurs zie ik staan. Gevaarlijke stoffenspecialisten. Er zit van alles. Allerlei soorten bedrijven zijn aanwezig vandaag bij deze training. En dat maakt het wel leuk, want als je kijkt naar dit schema, ik zal hem zo heel eventjes een beetje toelichten. Het lijkt allemaal zo logisch en het lijkt allemaal zo van, ja, dat gaat allemaal vanzelf, maar dat is natuurlijk niet zo. En door dat proces van de havenlogistiek te kennen en te onderkennen, dan ga je heel veel dingen zien en ook veel beter begrijpen waarom dingen zo zijn. En dat is eigenlijk wat ik vandaag wil laten zien. Goed, even terughalen. Expediteur staat midden onder. Ja, ik begin even opnieuw met het schema een stukje, want dat verhaal is een paar keer onderbroken. Dat maakt het niet duidelijker van. Dus links bij A, daar hebben we het vertrek. Komt aan, daaronder Port of Rotterdam, Poortwezen, Loodswezen en de KNVE. Dat zijn de roeiers, de roeiersvereniging. Dat zijn hele belangrijke spelers die zorgen dat wat in de haven aankomt, dat de schepen, dat die worden afgehandeld. Zowel ingaande als uitgaande verkeer. Klein stukje naar rechts, daaronder de stuurdoor, de Carver Doorn. Die hebben een hele belangrijke rol in die haven. En dan een stukje weer naar rechts, daar bovenaan staat de expediteur. En dat zijn de stuurdoor, Carver Doorn, expediteur. Dat zijn drie belangrijke, hele belangrijke namen en spelers in dat hele proces. Maar wat die drie partijen nou precies doen, is vaak niet heel erg bekend. Die termen worden ook wel vaak door elkaar gehaald. Dat is vaak niet heel duidelijk. Wat het loodswezen doet, dat weten we vaak wel. En wat de roeiers doen, dat hebben we ook vaak wel gezien. Maar ook de taak van poortwezen of het belang van het havenbedrijf, van de Port of Rotterdam, dat is vaak ook wel iets wat niet iedereen snel weet. Waar het eigenlijk om gaat, is dat we naar rechts kijken. Dan heb je van A naar B. B, daar zit de klant.
En deze klant in dit plaatje rechts bovenaan is de klant in Nederland. Maar ongeveer driekwart van wat in Rotterdam aankomt, dat blijft niet eens in Nederland. Dat heeft een bestemming in het achterland. Dat gaat naar beneden. Dat gaat dan naar bestemming C, zoals ik het hier in dit schema heb genoemd. Dus daar komt, als je daar kijkt, dan zitten daar heel veel partijen en bedrijven zitten daartussen. En iedereen van jullie die nu online meekijkt, heeft in dit proces ergens een rol. Iedereen verzorgt een klein stukje uit dit enorme proces. Maar iedereen van jullie heeft ook je eigen specifieke kennis over je eigen activiteiten. Maar de klanten, dus de mensen die het importeren en exporteren, die ervaren wel dat hele proces van A naar B naar C. En die hebben direct of indirect te maken met die rol van die carvador, de expediteur of die stuwador. En als daar ergens in dat proces iets niet goed gaat, dan kan dat gevolgen hebben op het vervoeren van die goederen. Dus dat hele proces van die, al die logistieke partijen, dat hangt allemaal aan elkaar. En zeker nu het ook weer de markt wat lastiger wordt, is het begrijpen van hoe dat logistieke proces werkt. Dat is enorm belangrijk. Als je weet hoe jouw stukje werkt en je maakt optimaal gebruik van je eigen mogelijkheden, maar je kan ook op zoek gaan naar andere mogelijkheden, omdat je weet wat andere partijen doen in de haven, waar je direct indirect mee te maken hebt, dan kan je een veel uitgewerkter product kan je leveren. Je kan veel beter kijken naar dingen die er zijn, je kan de mogelijkheden zoeken. En dat maakt jou ook onderscheidend, omdat jij meer gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn. En het is niet omdat ik dat vind, maar omdat het verleden dat ook heeft uitgewezen. Herinner ons nog de crisis van 2008-2011, waarbij bleek dat de logistieke markt toen eigenlijk niet heel erg onderscheidend was van elkaar. Iedereen kon alles en vond dat ze alles konden en overal goed in waren. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Mensen gingen veel meer specialiseren. Er gingen veel meer op zoek naar optimalisatie en efficiëntie zoeken. Dus niet alleen het havenbedrijf ging investeren, de douane ging investeren, maar ook bedrijven gingen investeren. En er werden ook veel meer mogelijkheden geïnitieerd met bijvoorbeeld gebruik van software en delen van data. Nou, havenlogistiek. Albert, hebben we nog een poll die we erin kunnen zetten? Deze foto, ik heb daar onderin een keten neergelegd, een ketting. Ik heb de carvador en de expediteur en de stuwador, dat zijn de drie grote functies wat ik net zei, die hebben een belangrijke taak. Maar de havenactiviteiten is alleen niet, het is niet alleen wat die drie mensen zeggen. Dat begint op het moment dat een schip aankomt, al ruim voor aankomst op zee, dan beginnen die havenactiviteiten al. En al die activiteiten die gaan door en die volgen elkaar op gedurende het binnenvaren van de haven, het aanmeren, het lossen van de goederen en de goederen die worden doorvervoerd, maar ook de logistiek en handelingen omtrent het schip zelf. Want het schip heeft ook bemanning die wat eten en drinken willen hebben, die ook even van boord willen om dingen te doen. En er moet brandstof bij en er moet water aan bij en we hebben afval wat van boord moet en we hebben afgewerkte olie wat weg moet. En al die schakeltjes en al die havenactiviteiten, dat is één keten van activiteiten die we niet altijd zien, maar die allemaal bijhoren bij dat hele afwikkeling van dat havenlogistiek proces, van de havenlogistiek van zo'n schip. Want als dingen niet gebeuren in die keten, en ook niet opvolgend op elkaar gebeuren, dan gaat zo'n schip of niet weg, of er wordt niet gelost, dan gaan dingen verkeerd. Iedereen is hierbij afhankelijk van elkaar. En dat vond ik het leukste toen ik begon met havenlogistiek. Dus toen ik eenmaal zag hoe belangrijk iedereen is in die keten, hoe iedereen ook afhankelijk is van elkaar, ondanks de concurrentie die je onderling hebt, dan zie je ook dat de Rotterdamse haven met alles wat wij doen eigenlijk één groot product is. En de kwaliteit van activiteiten die wij uitvoeren, dat zit in dat ene grote product. Nou, wie zijn dan die dienstverleners? Begin, haventerminal, schip komt aan. We hebben daar eigenlijk drie grote soorten van in Rotterdam. We hebben de bulk terminals, waar de ertsen en de kolen, et cetera, aankomen. Een voorbeeld daarvan is de EMO,
Die foto trouwens niet van de EMO, die van de CCTV, geloof ik dat heet. Andere terminal. Midden, dat is een container terminal. En rechts een foto van de RWG. Daar komen die grote schepen aan. En daar worden de goederen gelost en tijdelijk op de kade opgeslagen. Waarom tijdelijk? Ze zijn daar om gelost te worden, om neergezet te worden. En ze moeten uiteindelijk een bestemming krijgen in Nederland of ergens anders in het achterland in Europa. En als een mooi cijfertje, Rotterdamse haven bedroeg de overslag in 2019 bijna 470 miljoen ton. Dus 470 miljoen ton. Dat is 470 met een paar nulletjes erachter en nog een paar nulletjes. Dat is een gigantisch getal. Je moet je voorstellen, die schepen, de grote schepen die nu aankomen, die zijn 400 meter lang. De hijskranen bij de RWG bijvoorbeeld, die liggen op grijphoogte ongeveer 90 meter. Dat betekent dat containers op 90 meter hoogte opgetild kunnen worden. Over een lengte van 400 meter van het schip en 60 meter diep. En als je dat uit gaat tellen naar hoeveel voetbalvelden dat zijn, dat is bizar. En dat is maar één schip. En daar komen er meerdere per week, of soms per dag, komen daarvan binnen. Dus die aantallen is enorm. De tweede functie, de stuurdoor. En dat is de eerste, het traditionele beroep is dat. Dus vroeger toen we met de haven begonnen, het schip kwam binnen, moest het schip gelost worden. En er was een stuurdoor eigenlijk die daarvoor zorgde. Samen met de shorters die de lading los en vastzetten en de lashers. Die stuurdoor zorgt ervoor dat die gezekerde lading gelost kan worden. Dus die zorgt dat alle klemmen, de twistlocks en kabels, dat die loskomen. En als schepen worden geladen, dat alles veilig vast komt te zitten. Dus links onderaan, dat is op een ferry, op een ro-ro ferry. Daar staat een trailer met kettingen vast aan de grond. En het midden, dat is aan boord van een schip. En daar zien wij dus een container verankerd in een twistlok. En daar zitten die grote stangen zitten daarbij, die dan uiteindelijk ook de grote hoeken van de containers daaraan vast worden gemaakt. En dat moet heel zorgvuldig en goed gebeuren. En ik wil ook voorstellen dat het gebeurt inderdaad op hoogtes ook wel van tientallen meters boven de waterlijn, waar die mannen in weer en wind met dit soort zwaar materieel bezig is. En soms gaat het fout. In die foto rechts, daar zie je dat. Er is een stapel containers omgevallen. Er gebeurt niet zo heel veel, maar toch regelmatig. MSC Zoe bij de Waddenzee is daar een mooi voorbeeld van. Niet te zeggen dat het komt door het niet stevig vastzetten van de ladingen. Dat de stuurdoor, dat daar iets verkeerd is gegaan. Maar het gevolg is dat als er iets verkeerd gaat, dan zie je wel in één keer dat daar de hele stapels met containers overboord slaan. En het is niet met één of twee tegelijk, want het kunnen er honderden tegelijk zijn. Dan is zo'n container is dan niks. Dat is in één keer is dat weg. Dus die taak van de stuurdoor daarin is wel heel erg belangrijk. Op het moment dat er schade is, en dat is leuk, want we hebben verzekeraars, hebben wij ook in deze groep zitten, dan komen jullie ook weer zijn jullie aan de beurt en dan kunnen jullie met die transportverzekering aan de slag om dan daar de aansprakelijkheid, et cetera, weer te regelen. Volgende in het rijtje, de sleepdiensten, de roeiers en de loodsen. En die heb ik net al een beetje geïntroduceerd. Kijk, dat zijn de mannen die zorgen dat het inkomende proces van zo'n schip fysiek ook goed wordt afgehandeld. Dus een loods die manoeuvreert een schip veilig de haven in. De roeiers, op de foto rechtsonder, dat kleine gele schip, die zorgen dat die hele zware trossen, die kabels, dat die aan de kade komen. En dat zo'n schip dan uiteindelijk ook die trossen kan aanspannen. En de foto rechtsonder ook, daar staat de Fairplay X, dat is een sleepboot. En die duwt in dit geval het schip naar de kant toe, zodat dat het schip ook aan de kade komt te liggen. Maar die helpt ook mee om zo'n schip de haven in te trekken. Dit soort foto's die zien we vaker. En dat zijn bekende beelden uit de haven. Dat is ook allemaal heel spectaculair om te zien. En zeker ook moeten we er naar te kijken als je dat kan. Dat ziet er allemaal heel erg tof uit. Maar dat zijn de beelden die we over het algemeen wel zien in de haven. Volgende het havenbedrijf, Port of Rotterdam. Daar heb ik heel summier gezegd, begeleid het verkeer in de haven. Met het havencoördinatiecentrum als spin in het webbetje. En die zorgt voor beleidsontwikkeling en aansturing van de haven. Maar dan hebben wij toevallig ook aan boord vandaag Lennart Koudijzer. En dan wil ik vragen aan Lennart als hij zin heeft om vanuit zijn rol vanuit het havenbedrijf misschien hier nog iets aan toe te lichten. Zou dat kunnen, Lennart? Een ogenblikje, want ik moet hem even unmuten. Oké. Okay. Even zoeken of hij aanwezig is. Het is ook spannend, want Lennart wist niet dat ik dit ging doen. Ja. Als het goed is. Gelukkig heb ik geen podiumvrees. Ik kon mezelf inderdaad niet unmuten, maar volgens mij ben ik het geworden.
Welkom Lennart. Kan je het kort zeggen wat het havenbedrijf doet, de Port of Rotterdam, voor onze haven? Zeker, zeker. Nou, wat je hier hebt aangegeven op de slide, dat doen we ook. We begeleiden het verkeer door middels het ACC, wat bij ons op de 17e en hoger van onze toren op Zuid is. Maar wat wij ook doen, beheren eigenlijk de complete Rotterdamse haven. Ook de infrastructuur op de weg. Je moet het zo zien dat de grond, het overgrote deel van de grond in de Rotterdamse haven is van het havenbedrijf. Om het nog duidelijker te zeggen, die is van de gemeente Rotterdam. Maar de gemeente Rotterdam heeft het eeuwigdurend erfpacht gegeven aan het havenbedrijf. Dat betekent dat wij de grond beheren en ook mogen onder erfpachten en verhuren. Dus wij beheren de grond en alle partijen die gevestigd zijn in de Rotterdamse haven betalen ons daarvoor huur. En wij beheren ook door middel van onze havenmeesters het water en daarvoor betalen de partijen zee- en binnenhavengeld aan het havenbedrijf. En met die inkomsten zorgen wij ervoor dat we de haven blijven ontwikkelen als grootste, veruit de grootste haven van Europa. Maar daar ook in proberen de slimste haven van Europa te worden en heel erg in te zetten op duurzaamheid. Dus in die rol proberen we de haven steeds verder te ontwikkelen en beter te maken zoals die op dit moment is. Ja, ja, het havenbedrijf of organisatie is natuurlijk mega groot en enorm belangrijk. En zonder het havenbedrijf kunnen wij onze haven gewoon niet. Niet organiseren, kunnen wij hier gewoon niet mee werken. Dus ook als schakel in die keten van logistiek dienstverleners is het havenbedrijf enorm belangrijk. En de volgende sheet, daar komt die Portbase. En dat is ook één partij. Ik weet nog dat toen Portbase begon, en dan denk ik dat is zeker 15 jaar geleden, denk ik. Toen hadden wij een grote klok op een website staan en die telde af naar nul. En toen ging Portbase live. En dat was echt wel een dingetje in de haven. Wij als expediteurs, wij zaten echt wel te wachten op Portbase gaan beginnen. En hoe Portbase toen was en begon is niet te vergelijken met hoe het nu is. En ook aanwezig als het goed is Koen Jellema. Klopt dat? En dan wil ik vragen of Koen heel even kan vertellen wat Portbase is en wat zijn rol is in de haven. Ja, zeker. Goeiedag. Goeiedag, Koen. Kijk eens aan. Ik zit in de sales bij Portbase. Ja. En dat is op zich een leuke plek, omdat Portbase eigenlijk de digitale infrastructuur van die haven is. En op die manier staan we ook met iedereen in contact. Dus heel die keten die maakt op een bepaalde manier gebruik van data, wat veelal ontvangen of verstrekt wordt door of vanuit het Port Community systeem. En zodoende staan wij in contact met de partijen die eigenlijk deze kant op komen met de goederen, door de haven heen gaan en vervolgens richting het achterland dat doorvoeren en vice versa. Dus een interessante plek, kunnen we zeggen. Ja, zeker. Zeker. En Portbase, ik heb links onderaan staan, Bron Nieuwsblad Transport, augustus 2018. We verbinden alle partijen die iets doen met lading. Je kunt efficiënter gebruik maken van je capaciteit, minder fouten en een enorme kostenbesparing. En dat stond daarbij in het artikel 250 miljoen euro, wat er bespaard wordt door alleen maar efficiënter te werken met informatie, met dataverkeer. Dus jij ziet dat, Koen, elke dag eigenlijk in jouw bedrijf ook voorbij komen. Absoluut. Wat natuurlijk het gave is van zo'n port community systeem, is dat op het moment dat alle marktpartijen vanuit de verschillende havenfuncties, logistieke functies, direct via één kanaal met elkaar communiceren, dan heb je korte lijnen en maak je vaak gebruik van de brondata. En daar zit voornamelijk de grootste kostenbesparing in. Ja. Ja, heel interessant. En het mooie is dat die informatie die Portbase gebruikt, die komt uit informatiesystemen die alle logistiek dienstverleners ook gebruiken. En die maken ook weer gebruik van data dat over de hele wereld wordt verzameld. Dus iemand die in China informatie intikt, dat wordt gedeeld in systemen, wordt geïnterfaced met systemen hier in Rotterdam. En dat wordt weer gedeeld uit Portbase. Dat gaat naar de terminal, dat gaat naar de douane. En op die manier is die ene persoon op dat kantoor 10.000 kilometer ver weg,
verantwoordelijk voor data dat hier in de haven gebruikt wordt. En dat is heel mooi en heel bizar om te zien. En zeker de ontwikkeling de afgelopen 20 jaar was daar heel mooi in. Koen, mag ik jou bedanken voor je bijdrage? Absoluut, geen dank. Oké. Dat is verder. De volgende speler in die haven, dat is de douane. En de douane die controleert heel simpel gezegd de vrachten die in de Europese Unie in en uit gaan. Daarbij wordt gekeken naar veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Dat noemen ze een niet-fiscale taak. Oftewel, dat zijn de taken die niet zozeer met het heffen van douanerechten te maken hebben, maar die gaat over het beschermen van het Europese grondgebied met betrekking tot bijvoorbeeld namaakartikelen of drugs of inspeling op het merkenrecht of producten die ons milieu kunnen belasten. Dus die hebben daar een enorme taak in om zowel de douanerechten, invoerrechten, belastingen te heffen, maar ook om de Europese Unie daarin gezond te houden. En de douane, als wij dat terug zouden zien in het schema wat ik net liet zien met de douane, met het proces, en we zouden daar de douane intekenen, dan heeft ze een beetje op elke plek in die keten de douane wel een rol. Zowel voor aankomst van het schip als bij aankomst van het schip, bij de tijdelijke opslag op die terminals, als bij het doorleveren, maar ook verder Europa in bij aankomst in andere landen binnen de Europese Unie en zelfs daarbuiten. Dus die rol van de douane is enorm groot en ook al die informatie dat wordt digitaal, wordt dat verwerkt. En zo zie je dat als je dan de carve door ziet met de stuurdoor en de expediteur en het havenbedrijf, een portbase en de douane, daar zit zoveel informatie. En daar gebeurt zoveel. En daarom dat logistieke proces, als je weet wat daar gebeurt en hoe dat werkt, dan kan je het ook gebruiken in jouw eigen werk en om dingen uit te leggen aan je klant. Ja, let op, maar jij wil dit. En let op dat je carve door denkt zo of die stuurdoor denkt zo. En dan kan je uitleggen wat er gebeurt, maar dan kan je er ook op inspelen. En dan kan je er ook je voordeel uithalen. Omdat je dan laat zien, ik weet hoe die keten werkt. En dat geeft jou dan een enorm voordeel. Nou, wat is dan die rol van de carve door en de expediteur? Ook twee belangrijke namen. Maar er is vaak verwarring over deze twee dienstverleners. Want ze doen allebei iets met lading. Maar wie doet nou wat? En wat is nou hun rol en plaats in die keten? Maar het is wel zo, dat als een expediteur begrijpt wat een carve door doet, dan helpt hem dat in die dienstverlening. Maar andersom is dat precies hetzelfde. En als ik bij bedrijven kom, bij een carve door of een expediteur, en ik vraag daarnaar, dan zal iedereen datzelfde antwoord geven. Van ja, als ik nou eens weet wat een expediteur wil, dan kan ik daar veel beter op inspringen in mijn dienstverlening. En andersom is dat precies hetzelfde. Dus dat is enorm belangrijk. Maar wat is nou precies het verschil tussen die twee? En ik heb daar een heel simpel plaatje voor gemaakt. Links is een foto van een loods. Simpel, daar staan goederen, een douaneloods, een goederenloods, daar staan goederen, een havenloods moet ik zeggen, die staan goederen opgeslagen. En die worden in een container gezet. Dat is de taak van de expediteur. Dus die verzamelt de lading en zet ze in de container. Andersom, met een inkomende beweging, die container komt aan bij de expediteur en haalt die spullen eruit. Dus dat pijltje de andere kant op gaan. Dat is heel simpel gezegd de taak van de expediteur. De carve door aan de andere kant, die zorgt dan dat die container aan boord van het schip komt en uiteindelijk op de plaats van bestemming aankomt. Dus de carve door is meer met die ijzeren box bezig. En de expediteur is meer bezig met die lading. Oftewel, de expediteur verhuurt ruimte in een container. Zijn klant is de exporteur of de importeur. Maar de carve door verhuurt de ruimte aan boord van het schip. En die verhuurt die ruimte vaak aan expediteurs die dan die container aan boord van het schip gaan zetten. Dus dat is in heel simplistisch gezegd. Er zijn natuurlijk veel meer verschillen en dat gaat veel verder. In verschillende vormen en uitzonderingen en zo. Maar in de basis is dit het grote verschil tussen deze twee partijen. Dus de expediteur zit op de goederen en de carve door zit met de containers. Dus ook als je, ook weer, ik noem de verzekeraar maar weer, als de verzekeraar met een expediteur aan de gang gaat, die zal meer gaan over schade van de goederen zelf. En gaat het met een carve door aan de gang, dan gaat het meer over schade met de containers of schade aan boord van het schip en dat soort dingen. Daar zit een verschil in tussen die twee. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Dat is essentieel een groot verschil tussen die twee. Ben je expediteur, moet je eigenlijk weten hoe een carve door werkt en andersom. Waar zo'n carve door, die zorgt dat het schip geladen wordt.
En dat schip wordt geladen, maar dat gebeurt dan weer door de stuwerdoor op die terminal waar de douane bij is, waar het havenbedrijf een rol heeft voor zorgen dat het schip op tijd aanmeert, waar de roeiers weer moeten zorgen dat het schip wordt vastgelegd en de slepers moeten zorgen dat het schip daar kan komen. En zo zie je dat iedereen in die keten een rol heeft en iedereen hangt aan elkaar. En dat is dat havenproces. En dat vond ik heel belangrijk om aan het begin van deze keten van 5 presentaties, om daarmee te beginnen, om jullie te vertellen over het belang van die keten, van dat proces. En jullie hebben 1 stukje in die keten, maar wat als je dat hele proces zou snappen en beheersen, dan kan je daar veel meer mee doen en kan je er ook op inspelen. Dat is wat ik daarin belangrijk vind. Nou, ik heb voornamelijk nu een schip laten zien, maar we hebben natuurlijk meerdere modaliteiten waar we mee werken. Dus we hebben het air, noemen we dat, hè, de luchtvaart. Luchtvaart gaat voornamelijk intercontinentaal. Binnen Europa gaat niet heel veel met de luchtvracht, of het moet echt richting Zuid-Ver-Europa zijn, maar dat is te duur om dat met luchtvracht te doen. Het gaat met name met de hele grote vliegtuigen, de grote Boeing, et cetera, waar dan onder de passagiers ruimte is, daar wordt dan vracht geladen. Maar die vliegtuigen, de kleine Boeings die passagiers vervoeren, gaat geen vracht in mee. Dus intercontinentaal is voornamelijk voor de luchtvracht. Voor het wegvervoer is voornamelijk binnen Europa of net daarbuiten. Het railvervoer, het spoorvervoer is eigenlijk hetzelfde. Voornamelijk ook gaat het binnen Europa. Al zijn er steeds meer aankomsten van treinen die ook uit Azië zijn vertrokken, uit China bijvoorbeeld. En dat zit al tegen de 27 à 30 treinen per dag aan, begreep ik. En dat is best wel veel. Maar een trein is dan misschien 600 meter lang. Daar staan misschien ook 600 containers op. Ik weet niet hoeveel. Ja, vergeleken met een schip waar 20.000 teu op passen, is rail wel in opkomst, maar ze zullen nooit dat enorme volume van die schepen kunnen dragen. Dat gaat niet gebeuren. Dan hebben we de diepzee intercontinentaal, dus dat vaart de diepzee gaat tussen de contingenten. Shortzee, en daar hebben we ook als het goed is een aantal mensen van binnen. Dus ik hoop dat ik daar geen rare dingen over zeg, over de shortzee. Dat gaat ook over zee, maar dat blijft voornamelijk binnen het continent, binnen Europa, misschien Noord-Afrika. Binnenvaart, dat is in de binnenlanden, ook binnen het havengebied. Dus ook vanaf de Maasvlakte richting de Waalhaven wordt veel binnenvaart ingezet. En de pijpleidingen, die zien we niet, liggen onder de grond. En daar gaat heel veel ruwe olie doorheen. En dat gaat met honderden liters per seconde naar bijvoorbeeld de Shell. Maar dat zijn de grootste modaliteiten die we gebruiken. Binnen de Rotterdamse haven, natuurlijk is de diepzee heel erg dominant aanwezig. Maar de shortzee hoort daar zeker bij. Waarbij de weg en het spoorvervoer daar ook een rol in spelen. Nou, de modaliteit, hè, kijk, dat hoofdtransport, dat is nou eenmaal zo, dat is vaak niet veel keuze. Je gaat of met de luchtvracht, of je gaat met de diepzee, met de grote oceaanschepen, ga je op weg, omdat er niet veel keuze in zit. Daar zit een omslagpunt in. Luchtvracht is vrij duur, maar met kleine zendingen is dat handiger en goedkoper dan met grote zendingen. En echt grote volumes die gaan altijd met de schepen mee, omdat het gewoon te duur is om te vliegen. Maar dan zie je met shortzee, daar zie je dat daar veel meer mogelijkheden in zijn. Want de haven Rotterdam is nog redelijk traditioneel. En we kiezen vaak voor de manier van vervoeren wat gewoonte is. Hè. Wij vinden het gewoon, wij doen eigenlijk dat altijd al zo. Terwijl de mogelijkheden die shortzee biedt, daar zijn best wel alternatieven voor. Dus je kan met de trein en je kan met kar vervoeren en je kan het met de vrachtwagen doen. Maar shortzee is vaak ook nog wel een optie. En omdat, waarom is dat een optie? Omdat als jij 3 dagen moet rijden met een vrachtwagen, dan moet de chauffeur halverwege moet gewisseld worden of hij moet rusten, want hij mag niet zo lang rijden. Plus, dan heb je 1 container weg, 1 trailer en dat kost heel veel, dat is heel duur, maar het is ook enorm milieubelastend. Terwijl als je die trailer aan boord van een shortzee ferry kan zetten, dan is het 1 overtocht, dan betaal je wel die overtocht. Maar die chauffeur kan of slapen en daarna weer verder, of je zet alleen de trailer aan boord en daarna wordt hij opgepakt. Maar er worden wel honderden trailers tegelijk vervoerd. Dus er is de milieubelasting per trailer is veel lager dan dat je dat met een vrachtwagen zou doen. Je zit misschien wel met een transittijd, maar je gaat de andere kant van ook weer dingen ga je winnen. En wat ik juist heel erg interessant vond toen ik daar voor het eerst een beetje naar ging kijken, is dat als je een optie hebt om te varen met een shortzee ferry, met een shortzee schip, waardoor je misschien wel iets langer onderweg bent, maar wel je heel veel kan besparen.
Dat dat heel veel biedt. Hè? Ook een stukje schoon, een stukje duurzaamheid. Schepen worden ook steeds schoner. Maar soms gaat het gewoon niet en dan moet je met een vrachtwagen. Maar aan de andere kant, als je Zuid-Europa zit, en zeker met Spanje, dan heb je, als je met het spoor wil gaan, dan heb je verschillende spoorbreedtes. Dus dat past ook weer niet. Dus hoe ga je daar dan weer mee om? Maar als je daar als logistiek dienstverlener zicht op hebt, dat je inzicht hebt, welke modaliteit kan ik gebruiken voor het vervoer binnen en rondom Europa, dan kan je daar heel veel mee winnen. En dan kan je ook uniek meemaken naar je klant toe. Dus je kan een goede transittijd neerzetten. Maar je kan ook inspelen op meer duurzaamheid. Je kan ook op snelheid gaan of op prijs. Maar je kan ook gewoon de gewoonte aanhouden op wat de klant gewend is. En toen ik eenmaal naar die shortsie ging kijken, zag ik van ja, weet je, er zijn heel veel meer mogelijkheden. Dat is heel erg inspirerend. Om ook op een andere manier naar een modaliteit te kijken. En om die ook te kunnen toepassen. En ook daar weer ga je uit van shortsie. Ga je uit van dat soort modaliteiten. En ook al die partijen die we net hebben besproken zijn ook weer onderdeel daarvan. Want ook al ga je met het rail, dan gaat de trein rijdt over grond van de haven. En dat is weer grond van de Port of Rotterdam. Die ook weer daar voorzieningen voor heeft getroffen. Maar er moeten ook aansluitingen zijn weer op die terminals. Dat die treinen geladen kunnen worden. Of dat het aansluitingen zijn op die terminals waar die shortsea ferries of die binnenvaartschepen geladen kunnen worden. Ook dat hangt allemaal weer aan elkaar in die keten van logistiek dienstverleners in taken die er zijn. Dan zit je in dat transportproces en wat ga je dan bieden? Hè? En daar zitten veel commerciële mensen zitten er nu bij. Van wat is dan belangrijk? Ga je prijs of kwaliteit? Ga je veiligheid of betrouwbaarheid? Of is de transittijd heel erg belangrijk? Ga je op duurzaamheid zitten met CO2-reductie? Er zijn steeds meer programma's voor. Of is juist wat jij meer kan bieden aan value-added services of value-added logistics? Is dat belangrijk wat jij kan bieden in jouw oplossing voor het logistiek vraagstuk? Gaan we met de diepzee? Gaan we met de luchtvaart? Nemen we de shortsea? Gaan we met de binnenvaart? Pakken we de trein? Dat soort keuzes. Als je snapt hoe dat transportproces werkt en weet hoe die modaliteiten werken, dan kan je die informatie meenemen om jouw klant het juiste advies te geven. Maar dat gaat alleen als je weet waar het over gaat. En dat maakt het, dat kennis van het transportproces daarin zo belangrijk. Ik wil een stukje naar de actualiteit, want ja, daar komen we natuurlijk nou niet omheen. Als we kijken naar actualiteit, ik heb duurzaamheid heb ik al een stukje genoemd. Ook binnen de havenlogistiek wordt steeds meer gekeken naar de drie P's. En de drie P's die hebben een oorsprong gevonden binnen het Lean-proces. Het Lean-proces wil zeggen dat je binnen de organisatie kijkt naar verbeteringen om de omgeving en de duurzaamheid binnen zo'n bedrijf wat te verbeteren. En daarin staan centraal People, Planet en Prosperity, oftewel Profit, zo noemen ze dat ook wel weer. Wil je de duurzaamheid verbeteren en wil je er echt stappen in zetten, dan zijn er maar weinig mensen die zeggen van, hey, maakt me niet uit wat het kost, als we het maar doen voor de planeet. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja weet je, dat is allemaal leuk, dat is heel idealistisch, maar dat is voor commerciële ondernemingen is dat gewoon niet haalbaar. Ze willen niet zeggen dat je het niet wil, maar het is gewoon niet te betalen. De combinatie zoeken tussen activiteiten en ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid die goed zijn voor de mensheid, voor de mensen, voor de mensheid, voor het personeel, voor de collega's, dat is een belangrijk ding. Daarnaast, als je kan zorgen dat dat ook goed is voor de planeet en voor de omgeving en de leefomgeving, wat stikstofuitstoot of het reduceren van CO2-uitstoot, dan is dat een belangrijke stap. Maar aan de andere kant moeten we niet vergeten dat het ook het bedrijfsleven, wat moet opleveren. Wat gaat het bedrijf daaraan verdienen? Niet zozeer aan geld, maar ook aan aanzien of aan promotiemogelijkheden of aan reputatie, door aan dit soort dingen mee te doen. En wat ik begrijp van bedrijven als ik hier met ze over praat, is dat het combineren van die drie, van wat is goed voor de mensheid, voor de planeet en voor het bedrijf, voor de prosperity, voor de profit, die combinatie van die drie, om dat in balans te houden, is dat de beste manier om te werken aan duurzaamheid. En dan houden we ook het langste vol. Nou, en daarin te blijven ontwikkelen, kan je daar heel veel in bereiken. Wat wij zien daarbij binnen de havenlogistiek, is dat veel schepen al hybride gaan varen. Worden steeds grotere schepen worden gebouwd. Hè. De schepen van 400 meter zijn bekend. Maar er liggen tegenwoordig ook kleinere motoren in, die minder brandstof verbruiken. Schepen varen ook langzamer, maar dat is niet zo erg.
de volumes die meegaan zijn zo groot, dan zijn ze wel langer onderweg. Maar het voordeel van minder brandstof, ja, dat nivelleert eigenlijk het nadeel van dat langzame vaart. En vooral ook het automatiseren, dat scheelt ook heel veel. Dus hoe meer je kan automatiseren, hoe minder papier je gebruikt, hoe minder bedrijfsmiddelen je nodig hebt, des te beter is dat voor het bedrijf, want het bedrijf heeft minder investeringen. maar het is ook dat het goed is voor de mensen en voor de omgeving. Dus daar wordt heel veel in gezocht. Zeker dat hybride vaart, het havenbedrijf is daar heel goed mee bezig. Veel van hun schepen zijn al hybride, er worden steeds meer schepen geleverd die hybride zijn. Ik heb begrepen dat de nieuwe Port Authority schepen, dat die ook steeds meer hybride of elektrisch gaan varen. Maar je ziet ook ontwikkeling dat binnen Europa de Ro-Ro ferries of de grote shortsea schepen, maar ook de grote oceaanschepen, dat die dus gedeeltelijk hybride varen, waarbij ze het manoeuvreren in de haven volledig elektrisch gaan doen. Dus ook geen CO2-uitstoot meer. Maar ook dat is weer iets dat helpt voor een stukje duurzaamheid. Maar ook weer het moment dat je een klant een uniek product wil gaan bieden. Dus dat je ook wil gaan. Je vindt duurzaamheid belangrijk, dat je ook weet dat bedrijven daarmee bezig kunnen zijn. En dat je het ook weer in je voordeel kan laten werken. Nou, wat is dan het actuele daaraan? Dit is een mooi artikel. Dit was van, moet ik even spieken, International Monetary Fund. Dit komt uit, ik ben de naam kwijt van die krant. Dat is een grote Amerikaanse krant. Hier, wat er staat in, dus dat de COVID-19, het coronavirus, heeft enorm veel invloed op de internationale handel, de trade. En de branche waar we als eerste in Nederland voelen dat er een crisis aankomt, dat is die logistiek. Want wij zien gewoon al 4 weken van tevoren, voordat spullen moeten aankomen, dat er minder lading is. Dus toen eenmaal een Chinees nieuwjaar voorbij was en de lading uitbleef en wij zagen dat er minder lading ging komen, toen hadden wij als logistieke dienstverleners al een idee, oké, er is iets aan de hand. En dat was eigenlijk al voordat bekend werd dat corona zo'n groot probleem ging worden. Dus dat weten we al van tevoren. En dan kijken we naar een bericht wat Nieuwsblad van Sportpas heeft gepubliceerd. En die zegt dus dat ze verwachten dat er een daling is van goederenoverslag van 10-20% dit jaar. En dat is heel erg veel. Dat is echt heel erg veel. Ik wil niet zeggen dat onze lading ook met 10-20%, onze omzet of handel met zoveel procent evenredig zal verdalen. Maar de goederenoverslag met 10-20% naar beneden is echt heel erg veel. En daar hebben we allemaal last van. En dat zien we ook al, omdat er minder werkgelegenheid komt in de haven. Dat contracten niet worden verleend. Dat zien we ook met onze studenten die met stage lopen. Ja, die zijn nu thuis en hoeven niet meer te komen voor hun stages. Omdat de mensen die normaal gesproken het werk doen, ja, nu al tijd over hebben. Dus dat gaat heel veel gevolgen hebben voor onze logistiek. En vandaar ook, en ik zei net ook al, dat proces, dat havenproces. Als je snapt hoe die haven werkt en hoe de logistieke processen werken, en je kan daarop inspelen en je kan dat klantspecifiek maken en zeggen waar winst zit voor bedrijven of waar ze winst kunnen zoeken of hoe je het efficiënter kan krijgen, dan gaat dat die bedrijven helpen om ook deze crisis te overwinnen. En dat hebben we eerder gezien, dat zei ik al, crisis van een jaar of 10 geleden, dat was eigenlijk hetzelfde. Er moest heel veel gebeuren en de bedrijven stapten op en gingen dat ook doen. En de heilige huisjes van toen en de standaard routings die er waren, dat werd steeds minder, werd steeds meer gezocht naar andere manieren van vervoeren. En dat zullen we nu meer gaan doen, alleen nu hebben we 10 jaar verder in ontwikkeling, 10 jaar meer nieuwe tools. En dat maakt het ook alweer een heel stuk interessanter. Ben ik zo'n beetje aan het einde van deze presentatie gekomen. Dus kort samengevat, havenlogistiek. Een keten van activiteiten. Heel veel rollen, heel veel partijen, heel veel functies. En alles hangt als een keten aan elkaar. Het is gericht op het afhandelen van de schepen. Dus fysiek in de haven, de sleepboten, de roeiers. Op de terminals met de stewardoors die de lading los en vast zaten. Maar het is ook het behandelen van die lading, zowel internationaal als nationaal. Wat de cargador en de expediteurs veel mee bezig zijn. Als je dit proces snapt en je kan daar op inspelen en je kan daar dingen uithalen, je kan jouw proces ook efficiënter maken en daarbij speel je in op de actualiteit, dan is die kennis van het havenproces en deze havenlogistiek heel erg interessant
een hele mooie branche, een hele mooie wereld waar je ook heel veel in kan bereiken. Nou, dat is mijn verhaal voor nu. En dan ben ik benieuwd of er vragen zijn. Dat kan ik niet. Vanaf hier kan ik het logboek zien, helaas. Ik kan niet zien of er vragen zijn. Ik wel. Ik wacht even met de afsluiting of er nog vragen binnenkomen. Via de chat of via het opsteken van de hand. Maar ik zie volgens nog niet zoveel. Oké. Nee, nog niet. We zien. Wel complimenten aan jou, Raymond, over een duidelijke presentatie en een helder verhaal. Dankjewel. Het was een interessante aflevering, dacht ik. Mooie eerste keer van in totaal 5 afleveringen die wij gaan doen met elkaar. En we hopen dat iedereen tevreden is over deze eerste inleiding. We hopen ook dat iedereen terugkomt voor de andere 4 afleveringen. En graag tot ziens. En wat heel belangrijk is, blijf gezond. En laten we samen deze crisis, deze coronacrisis, doorheen komen en oplossen voor zover dat mogelijk is. Maar in ieder geval zorgen dat we met z'n allen hier weer goed uitkomen. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende keer.